Broeders en zusters. Vandaag spreek ik met de schrijfster en filosoof Joke Hermsen over haar boek Onder een andere hemel. Dat boek gaat, geloof ik, over heimwee en thuiskomen, Joke. Klopt, ja. Het gaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, gaat het boek over ontheemding. Het is een gevoel wat door veel mensen gedeeld wordt, dat er de afgelopen jaren ja, steeds meer door gevoelens van heimwee en ontheemding worden bekropen. De vraag dringt zich aan ons op, zeker deze afgelopen weken, waar we nog thuis kunnen zijn in de wereld. Waarom deze afgelopen weken? Nou ja, de dreiging voor een grotere internationale oorlog neemt steeds toe, naar mijn idee, vanuit het Midden-Oosten. Ik vind dat een hele zorgelijke ontwikkeling. We hebben de oorlog aan de oostgrenzen van Europa. Ja, de pandemie steekt de kop weer op. De klimaatdreiging wordt steeds ernstiger, hebben we eergisteren ook in Amsterdam nog mogen beleven. Ik was op de fiets en de hele straat stond blank. Ja, er zijn allerlei dreigingen die ons boven het hoofd hangen en die vraag naar waar we thuis kunnen zijn, ja, wat mij betreft urgent heeft gemaakt. Ja, in jouw boek beschrijf je ten eerste jouw aanwezigheid op een aantal plekken, namelijk jouw huis, je huis in Frankrijk, een schuur in Drenthe en jouw gedachten, jouw bezigheden daar ter plekke, vermengd met jouw gedachten over allerlei filosofen en citaten en stukken van filosofen en denkers en kunstenaars. Hè? Ja, over die vraag van dat thuis en van dat. Ja, het is eigenlijk een boek wat uit meerdere genres bestaat, zou je kunnen zeggen. Het is een reisverslag van een nogal rusteloze zomer, een paar jaar geleden, midden in de pandemie en midden in de overstromingen die toen in België en Duitsland en Zuid-Limburg hebben toegeslagen. En ik wilde gewoon naar ons huisje in Frankrijk, wat we met vrienden hebben, om aan een nieuw boek te werken. En ik merk dat ik daar niet de rust voor kon vinden. En ik ben toen eigenlijk een beetje, nou ja, in het kielzog van de wereld op drift geslagen, zou ik kunnen zeggen. En ben gaan reizen, eerst naar Parijs, toen naar Amsterdam. Toen werd ik daar ook door allemaal verdreven, min of meer. Toen ben ik in een schuur in Drenthe terechtgekomen. En uiteindelijk ben ik een tocht gaan maken langs ja, oude schrijvershuizen in Duitsland. En het boek volgt dat traject en is tegelijkertijd dus een bespiegeling op die vraag naar het thuis, ja, en die vraag naar de heimwee, die ook altijd, is mijn ontdekking tijdens het schrijven geweest, die eigenlijk ook altijd een verlangen naar de verte inhoudt. Ja, maar u beschrijft ook daartussendoor ook je eigen, zeg maar, sores met relaties en dat soort dingen, hè? En met die kinderen. Ja. Midden in die pandemie, zij studeren in het buitenland, we konden elkaar niet zien. En dat werd, nou ja, dat gaf, zal ik maar zeggen, het lege nestgevoel nog wel wat extra gewicht. Hè? Ik bedoel, eerst ja, ben je zo'n jaar of 20, 25 voor die kinderen aan het zorgen en vorm je met z'n allen een soort gemeenschap. En dan ineens, ja, oké, natuurlijk, ze vliegen uit, maar in die pandemie was het zo dat je dan ook moeilijk elkaar kon gaan bezoeken, wat het gevoel van leegte bij mij nogal ja, liet toenemen. Ja, maar het huisje in Frankrijk, je hebt ook in Parijs gestudeerd, las ik. Je hebt ook een huisje met jouw partner gekocht in Frankrijk. Ja, met meerdere vrienden. Ja, ja. Maar ja. Voelde je daar ook al weer ontheemd toen je de laatste keer daar was tijdens het schrijven van dit boek? Ja, nou ja, goed, ik vertelde net al dat ik, dat is een paar zomers geleden en het was begin juli en het begon te regenen, zoals overal elders in Noord-Europa. Ja, het hield gewoon niet meer op. Het was een soort onophoudelijke ja, uitstorting van regen die weken aanduurde. En hoe langer dat duurde, hoe rusteloozer ik werd, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment heb ik het boek wat ik daar wilde schrijven, ja, maar gelaten voor wat het was. Ja, want je bent gewoon een soort schrijversblok, zullen we maar zeggen.
Je Ja, kwam tot precies. niks. Precies. En toen ben ik naar het gevoel van die heimwee of van die. Ja, weet je, de indruk dat je ergens ontheemd bent, dat ben ik toen onder de loep gaan leggen. Zowel onder mijn eigen loep, zou ik maar zeggen, als die van collega-schrijvers en denkers en dichters. En zo is het eigenlijk een boek over die heimwee geworden. Ja, en ook welke denker, schrijver, dichter heeft je daar het meeste bij geïnspireerd? Ja, in het begin, toen ik nog in Frankrijk was, waren dat gewoon de Franse schrijvers in die Franse boekenkast. En dat waren met name twee schrijvers. Georges Perec, Franse schrijver. Hij heeft een boek gemaakt, dat is heel mooi vertaald door Rokus Hofsteen in het Nederlands. Het heet Ruimte rondom. En in dat boek schrijft hij al vrij snel de zin: L'espace de chez soi n'existe pas. Met andere woorden. De ruimte van het thuis bestaat niet. Nou, dat begon al goed. Ja, dat is wel echt lekker inspirerend, ja. Dus toen ben ik dat eigenlijk gaan onderzoeken. Ja, waarom bestaat die ruimte van het thuis niet? Waarom kunnen we ons nooit voorgoed ergens thuis voelen? Hoe kunnen we wel die ervaring van geborgenheid voor elkaar krijgen? En dat heb ik dus eerst met Perec een beetje geanalyseerd. En toen kwam al vrij snel naar voren dat die ervaring van de ruimte ook altijd een ervaring van tijd is. En dus zodra je probeert om ergens thuis te zijn, zul je eigenlijk ook moeten proberen om in de tijd thuis te komen. En dat is natuurlijk wel een bekend onderwerp voor mij. Dus ik heb eigenlijk in dit boek die vraag naar de ruimte aan die vraag naar de tijd verbonden. Ja, ik Nou, wou even een sprong maken naar Drenthe. Want je hebt ja. daar opgesloten in een oude schuur. In de voetsporen van Van Gogh. Waar trouwens op dit moment een grote tentoonstelling van in Assen plaatsvindt. Ja. Heel Drenthe staat in het teken van Van Gogh. Ja, dat is Waarom toevallig. Drenthe? Ja, nou ja, zoals gezegd, ik woon in de Baarsjes in Amsterdam en daar woon ik al heel lang. Alleen de afgelopen jaren, sinds die pandemie eigenlijk, is iedereen gaan verbouwen en gaan verkameren. En worden woningen voortdurend verkocht en dan gesplitst. En En dus dan was het worden er één. weer kelders onder gegraven om te verhuren. Ja. Precies, het was werkelijk, nou ja, om te kunnen schrijven eigenlijk niet meer mogelijk. En toen had ik een deel van een oude koeienschuur weten te verwerven. Maar daar was nog helemaal niks. Geen wc, geen keuken, alleen een enorm hoog rieten dak. Nou, het was nog zomer, dus ik dacht, ik kan ook wel in die schuur gaan kamperen. En dan ben ik in ieder geval weg uit die herrie in Amsterdam. En misschien dat ik daar de rust vind om, nou ja, verder te schrijven. Ja, voelde je ook een verbond met Van Gogh op dat moment? Nou, ik ben een beetje in zijn voetsporen getreden, niet wetende dat een paar jaar later die tentoonstelling zou komen. Maar ik werd eigenlijk op hem gewezen omdat ik naar een tentoonstelling van Jan Mankes ging. En ik vond eigenlijk het weggetje tegenover die koeienschuur lijken op een schilderij van de Friese schilder Jan Mankes. Die al de hele kleine intieme schilderijtjes maakte. Ja, prachtig, intieme schilderijtjes, ja, van landschappen vooral. En ja, dat landschap is in mijn boek ook steeds belangrijker geworden voor die ervaring van dat thuis, zal ik maar zeggen. Dus ik ging naar die tentoonstelling in Heerenveen van Mankes en toen ontdekte ik daar een biografie over zijn vrouw, die ik helemaal niet kende, Anna Zernike geheten. En zij was niet alleen de eerste vrouwelijke dominee van Nederland, die daar vlak in de buurt voor het eerst op de preekstoel heeft gestaan, maar zij had ook een aantal prachtige essays over Van Gogh en over Rilke gemaakt. En dat vond ik een ontdekking, want ik was ondertussen ook veel Rilke aan het lezen, wat een beetje een oude liefde van mij is. Maar Rilke heeft eigenlijk als geen andere dichter dat, nou ja, die mogelijkheid om heimisch te worden, om je ergens thuis te voelen, in zijn werk centraal gesteld. En zo kwam ik eigenlijk via Anna op Rilke en op Van Gogh, die daar dus ook in diezelfde contreien had rondgezworven. Ja, de conclusie van jouw speurtocht, al jouw omzwervingen over. We zijn eigenlijk nergens thuis, behalve in onszelf en in een boek. Is dat een beetje de conclusie? Nou ja, dus die bekende dichtregel van Rilke, hè? Nergens zal wereld zijn dan in ons.
En, het is, en dat is wel een soort leidmotief geworden in het boek. Naarmate het boek vordert, blijkt dat inderdaad, natuurlijk hebben we een dak boven ons hoofd nodig. En natuurlijk is het een ongelofelijke schande dat zoveel mensen dat niet hebben. Maar zelfs als je dat wel hebt, dan wil het nog niet zeggen dat je dan thuis bent. Dat thuis moet toch echt ook door een verhouding tot de tijd, tot je eigen herinneringen, tot, en vooral ook tot je verbeelding tot stand worden gebracht. En die verbeelding is natuurlijk toch een soort van innerlijke dynamiek. Je gaat proberen om je dingen in te beelden, te verbeelden, woorden voor iets te vinden, je geschiedenis te begrijpen. En dat zijn eigenlijk allemaal meer, nou ja, innerlijke bewegingen dan bewegingen die op de buitenwereld gericht zijn. Eigenlijk tot rust komen, daar komt het eigenlijk op neer, geestelijk. Tot rust komen, maar ook bepaalde herinneringen die je ooit van huis verdreven hebben, zoals in mijn geval in mijn jeugd is gebeurd, om daar toch een verhouding toe te zoeken. Kijk, er zijn heel veel redenen die je ergens niet thuis kunnen laten voelen. Ja, Onveiligheid. je jeugd speelt inderdaad ook een rol in het boek, hè? Ja, precies. Dus onveiligheid, gevaar, geweld, kunnen allerlei angsten aanzwengelen. En een van de conclusies van het boek is misschien dat we eigenlijk pas thuis kunnen zijn bij onszelf als we ook die herinneringen, die ergste herinneringen, zal ik maar zeggen, die we verdrongen hebben of waar we eigenlijk geen zin in hebben om die onder ogen te komen, om nou ja, daar toch ook een verhouding toe te zoeken. Dat is ook tijdens het schrijven van dit boek, zijn die herinneringen naar boven gekomen en heb je die verwerkt min of meer? Ja, dat geloof ik wel. Ja, ik ben het wel aangegaan, zal ik maar zeggen. Wat mij als kind eigenlijk al een vorm van heimwee bezorgde thuis in het gezin waar ik ben opgegroeid. Ik citeer ergens Louise Gluck, de Nobelprijswinnaar voor poëzie, die vorige maand overleden is. Zij schrijft: Ik herinner me mijn verleden. Ik herinner me mijn kindertijd, sorry, als één verlangen naar de verte. Nou, dat herkende ik. En dat wordt nog versterkt later, als ik een jaar of 14 oud ben en ik een bijzonder akelige, ja, ervaring heb, die dat thuisgevoel nog meer ondermijnt. En sindsdien is dat zoeken naar een thuis of zo voor mij, ja, echt een leidraad in mijn leven geworden. En ik denk dat er ook achter mijn zucht naar kennis, naar kunst, naar verhalen en uiteindelijk ook naar dat schrijven van mijn boeken Nou, is ontsnapping gekomen. eigenlijk. Nou, niet een ontsnapping, maar ik zou bijna meer zeggen een bergen daarvan. Juist niet ontsnappen, maar juist een plek eraan geven. Heel duidelijk. Joke Hermsen, Onder een andere hemel. Het staat allemaal in het boek wat ze geschreven heeft. Dat kunt u lezen, beste kijkers. En het is maar dat u het heet. Dankjewel, Joke.